Ik lees hier in 1986 een incident in februari. En dan lees ik gewoon de volgende regels. Geen van de drie noodkoelwaterpompen deed het. En daardoor verloor de noodstroom, dieselaggregaat, zijn koelwatervoorziening en viel uit. Door inschakeling van de elektrische verbinding met de kolencentrale, die vlak naast de kerncentrale staat, werd de kerncentrale van stroom voorzien. Dus een toevallige aanwezigheid, dat is dus nog een centrale, daar was elektriciteit. En die heeft hem dus gered. Maar dat is natuurlijk een beetje absurd, hè? Dat is niet onderdeel van het systeem. Dat is een toevallige omstandigheid dat er een buurman was, die maakte ook stroom. Ja. Ja. Ik lees hier aan het eind een conclusie. Van de drie diesel aangedreven pompen werkte er slechts één. Dit voorkwam dat door onvoldoende koeling een kernsmelting op zou kunnen treden. Dus men heeft dus een drievoudige backup, maar twee deden het niet. En die ene deed het dan wel, en nou, dat was het dan, door het oog van de naald. Dat kan helemaal niet. Ja, het kan wel, maar het is onacceptabel. Kees Andriessen hoorde u, emeritus hoogleraar in Utrecht, kernenergiedeskundige en ketter en afvallige. Vroeger maakte die onderdeel uit van de atoomlobby, maar hij kreeg onwelkome inzichten en werd eruit gewerkt. Dat hoorde u in Argos van 4 weken geleden. We praten toen met hem over een lijst van 372 incidenten in de kerncentrale Borselen, opgesteld door de Groningse publicist Herman Damveld. Storingen die werden gemeld bij de kernfysische dienst, de overheidsinstantie die de veiligheid van de kerncentrales moet bewaken. Uit die lijst bleek dat de noodstroomvoorziening in Borselen in de jaren 1986 en 1987 haperde. En sinds Fukushima weten we hoe ernstig dat kan zijn. Onacceptabel, noemde emeritus hoogleraar Andriessen die gang van zaken dan ook. Over de Argos-uitzending stelden de CDA-kamerleden Koppejan en Verburg vragen aan minister Verhagen. En die zijn inmiddels beantwoord. In de studio van RTV Oost in Groningen, Herman Damveld. Goedemiddag, meneer Damveld. Goedemiddag. U heeft op ons verzoek de antwoorden van minister Verhagen aan de Kamer gelezen. Wat heeft de minister te melden? Nou, de minister die begint met eigenlijk te melden van dat er geen bijzondere zaken aan de orde zijn geweest. Hij zegt letterlijk, er was geen bijzonder gevaar. Dat is ook een bericht wat bijvoorbeeld in Zeeland in het nieuws is gekomen. En als je dan verder leest in die antwoorden, toen dacht ik van nou, de minister begint nu zichzelf tegen te spreken. Want hij geeft aan dat er vanaf 1986 een hele reeks maatregelen zijn genomen, juist om die noodstroomvoorziening te verbeteren. Er zijn in 1986, 1991, 1994, 1997 en ook nog in 2006 allerlei extra onderdelen aangeschaft, allerlei extra voorzieningen om juist de problemen waar wij het 4 weken geleden over hadden, om te kijken of je dat daar wat tegen zou kunnen doen. Dus, de minister zegt aan de ene kant, er was niks aan de hand. En aan de andere kant erkent hij eigenlijk dat er een hele serieuze en ernstige toestand is geweest. Ja, en dat is een beetje raar, vindt u? Ik vind dat een beetje raar. Maar goed, de heer Andriessen, ja, had ik ook gevraagd van wat vind jij nou van deze antwoorden? En meneer Andriessen die zegt dus ook dan in een e-mail aan mij van, nou ja, ze hebben geen woord, zegt de regering nu, over de linker situatie die bestaan had. Want de regering en ook de kernfysische dienst en de exploitanten van die kerncentrale konden dus onmogelijk toegeven dat er wel degelijk een ernstig veiligheidsprobleem had bestaan. Dus kortom, men doet dus nu alsof er niks aan de hand is en erkent eigenlijk impliciet dat er wel van alles is gebeurd. Werden dat soort incidenten, dus we hebben het over de jaren 80, werd dat in de tijd aan de Kamer en aan de publiciteit gemeld? Nou, dat is nooit zo direct gemeld. Het is altijd zo dat de storingen die gebeurd zijn in een bepaald jaar pas veel later bekendgemaakt worden. Nu weten we bijvoorbeeld op dit moment nog niet welke storingen er in de kerncentrale Borselen in het jaar 2010, dus vorig jaar, gebeurd zijn. Dus
die dingen die er gebeurd zijn, die komen vaak niet in de media, of die worden dan ook niet direct gemeld door de overheid of de exploitant van de centrale. Soms is er wel een klein krantenberichtje van dat de kerncentrale weer in het bedrijf is genomen door een splijtstofwisseling, maar daar blijft het dan ook bij. De minister belooft beterschap in zijn brief aan de Kamer, want hij zegt dat die incidenten vanaf niveau 2... voortaan niet meer achteraf, maar meteen aan de Kamer zal melden. Is dat genoeg? En wat is dat, incidenten vanaf niveau 2? Nou, dat zijn dus incidenten met waarbij er ook een kans bestaat dat er zeg maar ook de omgeving last kan hebben van de storing of van een kleine hoeveelheid radioactiviteit. Huh? Nou, hij zegt dat hij dat gaat melden, maar ik vind het toch een beetje merkwaardig dat dit de reactie is van de minister. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met de hoge fluxreactor in Petten, de onderzoeksreactor daar. Daar is ook vanwege het feit dat er op een gegeven moment allerlei berichten waren over dat er van alles aan de hand was, heeft men daar gezegd: alle storingen die er zijn, ook allerlei kleine dingen, die maken wij meteen bekend. En ik vraag me dus af waarom wat in Petten wel mogelijk is, waarom dat bij Borselen niet mogelijk is. U heeft, meneer Damveld, een artikel geschreven, uitgebreid artikel, dat inmiddels ook op de website van Onjo.nl staat. Dat gaat over de nucleaire renaissance, waarvan ja, een heleboel bestuurders als Verhagen droomden. En, ja, u zegt eigenlijk na Fukushima, daar komt niks van terecht, hè, van die renaissance. Nou, wat mij dus ook opvalt als ik gewoon bekijk en bestudeer wat er wereldwijd gebeurt, eigenlijk al voor het ongeluk in Fukushima, want ik had de eerste versie van dit artikel al klaar toen dat ongeluk nog niet gebeurd was. Maar als je dus nu ziet na dat ongeluk in Fukushima, dat is eigenlijk de Nederlandse regering, de enige regering zo bijna wereldwijd, in ieder geval in de westerse wereld, die heel snel door zou willen gaan met de kernenergie. Maar bijvoorbeeld in Duitsland, ja, daar zijn een stuk of 7 kerncentrales stilgelegd. En het is ook de vraag of die nog weer in bedrijf zouden komen. Want de regering Merkel, eigenlijk een pro-kernenergie-regering, die heeft bijvoorbeeld een ethische commissie ingesteld, waarin vooral mensen zitten die kritisch zijn over kernenergie en hoe kernenergie functioneert. Dus resumeert, meneer Damveld, minister Verhagen staat een beetje alleen als die vol energie door wil gaan in Borst. Ik denk dat minister Verhagen ook eens moet kijken naar wat er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten aan de hand is. Daar is deze week nog de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales geschrapt door de NRG Energy. Met andere woorden, Verhagen staat alleen. Verhagen staat zo ongeveer alleen. En in de Verenigde Staten daar is maar liefst $481 miljoen al gestopt in de ontwikkeling van die kerncentrales. En dat hebben de aandeelhouders nu besloten om dat gewoon af te schrijven, omdat de kernenergie veel te duur moet u bedanken, meneer Damveld. Ja, graag gedaan. Dank u wel voor uw komst. Ja.